Grappen en grollen met Rudy het Monster. Yo mensen, tot weer kijken naar deze video. Mijn naam is Rudy en vandaag weer de nieuwe aflevering Grappen en Grollen met Rudy het Monster. En vandaag de eerste mop opgepast, want het is best een lange mop. Hoe stop je een koe in het diepvries? Vraagt Jan Jans zijn vriend Keesje. Keesje, weet ik niet. Jantje, diepvries open, koe erin, diepvries dicht. Dat is flauw, zegt Keesje. Jantje, oké, maar hoe stop je een varken in het diepvries? Nou, diepvries open, varken erin en dan het diepvries dicht. Doen, zegt Keesje. Fout, zegt Jantje. Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries dicht. Hahaha, mijn pet zit heel erg in de weg. Die doe ik even af. Nou, die is af. Maar dat was dus een mop. Hij was vergeten om eerst dat varken eruit te halen, of die koe uit te halen en daarna pas het varken erin te doen. Dat was mop 1. Ik heb gehoord dat veel mensen mij niet leuk vinden trouwens. Dat is jullie probleem, want ik ben gewoon Rudy het Monster en ik doe gewoon de grappen en grollen serie. En nu de tweede grap. Het is dom en het vliegt omhoog. Het dom sneeuwvlokje. Dat was de tweede mop. Ik blijf deze moppenserie gewoon doen. Wil je nou dat ik een andere serie doe? Laat achter hieronder in de reacties. Ik vind het super tof om jullie deze video op te nemen. Altijd met veel plezier. Geen voorspelling, want Feyenoord speelt niet. Ja, jullie hebben toch gezien op mijn Insta. Met Atje, met ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. Super leuk dat je reageerde. Bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog als je hebt gedaan. En dan zeg ik, doei!